het goede toerental kiezen voor boren of draaien. Het lijkt best wel eenvoudig, op gevoel kom je een heel eind en dat klopt ook. Maar soms heb je toch dat de kwaliteit niet helemaal lekker is, dat het piept, gek geluiden maakt, je gereedschap gewoon harder slijt dan strikt noodzakelijk is. En daarom is het dus toch best wel belangrijk om echt te zorgen dat je het goede toerental hebt. Maar hoe doe je dat nou? Nou, het is eigenlijk best wel eenvoudig. Als eerste moet je weten wat voor materiaal je gaat verspanen. Vaak weet je dat wel, want ja, als je dat al niet weet, hoef je ook nog niet bij je draaibank te staan. En het tweede wat je moet weten is waar je dat mee gaat verspanen. Ga je dat met HSS bijtels of boren doen? Ga je dat met hardmetaal bijtels doen? Ga je dat met wisselplaten doen? Met keramiek wisselplaten wellicht? Er zijn heel veel verschillende opties. En al die opties hebben hun eigen snijsnelheid. Maar wat is de snijsnelheid nou? Zoals de naam al doet vermoeden, is de snelheid waarmee je snijdt. Dus de snelheid waarmee de bijtel in dit geval als voorbeeld over je materiaal gaat. Deze snelheid is vrij simpel, die kan je gewoon opzoeken. Heb je wisselplaten, dan staat het vaak vermeld op het doosje of waar je het bestelt. Voor HSS zijn gewoon richtlijnen voor elk soort materiaal. Zo heb ik hier bijvoorbeeld voor HSS de verschillende snelheden. En ik heb ook voor wisselplaten hier wat richtlijnen staan. Dit zijn vrij conservatieve richtlijnen, die zijn wat aan de langzame kant. En vanaf daar kan je wat experimenteren. Maar dan heb je in ieder geval een goed uitgangspunt. Deze staat trouwens ook in de beschrijving. Als je dan die snijsnelheid eenmaal hebt, dan kun je die invullen in deze formule. En met deze formule eigenlijk alles wat je doet, is de lineaire snelheid omrekenen naar een toerental. Want hoe groter het materiaal, hoe meer afstand je aflegt voor één rondje. Maar als die net zo hard gaat, gaat je snijsnelheid daarmee dus omhoog. Dus, wat heb je? M is je toerental. VC is je snijsnelheid. Pi, 3,14. En dan heb je D, de diameter. Nou, als je dit invult, dus ja, snijsnelheid hebben we opgezocht. D, die weet je. Pi ook, keer 1000. Dan komt hier je toerental uit. Eigenlijk best wel eenvoudig. Voor die D, ja, als je iets op de kopse kant gaat afdraaien, dan verloopt dat natuurlijk. Zelf ga ik er dan altijd een beetje tussenin zitten. Want als je helemaal in het midden van je werkstuk zit, dan is je D benaderd 0. En dan krijg je dus een oneindig hoog toerental. Mijn draaibank gaat niet zo hoog. Dus ik zet hem dan vaak, nou, als het echt heel extreem is, dan doe ik het in stapjes. Maar meestal gaat het eigenlijk vaak toch wel goed als je er gewoon een beetje tussenin gaat zitten. Maar als je nou geen zin hebt om elke keer die formule uit te vullen, dan kan je ook gebruik maken van wat trucjes of ezelsbruggetjes en hulpmiddelen. Zo heb je deze VD-diagram. En hierin kan je dus ook opzoeken als je snijsnelheid hebt en je diameter, welk toerental je wil hebben. Op de y-as heb je hier de snijsnelheden en op de x-as heb je de diameters. Nou, stel je voor dat we een snijsnelheid van 60 willen hebben en een diameter van 30 hebben. Nou, als we vanaf daar dan een lijn naar elkaar toe trekken, dan kom je hier uit op een schuine lijn, of in de buurt van een schuine lijn. En dat is het toerental wat we willen gebruiken. Werkt dan een stuk makkelijker. Zelf vond ik dat nog niet makkelijk genoeg, dus ik heb wat anders bedacht, namelijk deze toerentallenbordjes. Op deze bordjes heb ik de verschillende materialen staan die ik verspaan. RVS, staal, aluminium, messing, kunststof. En voor zowel wisselplaten als voor HSS heb ik dat, want ik gebruik het allebei. En een hele range aan diameters van 5 naar 200 mm. Is misschien wat overdreven, al die kleine tussenstapjes, maar je kan het maar hebben. Zelf vind ik dit echt de super makkelijke oplossing, want het scheelt je gewoon heel veel rekenen. En dat zou je anders helemaal niet gaan doen. Ik ga niet elke keer die formule in zitten vullen als ik het niet helemaal zeker weet. Ik wil gewoon kijken wat het is en dan door. Omdat ik ze zelf zo enorm handig vond, ja, ze zijn eigenlijk gewoon onmisbaar geworden hier naast de draaibank en naast de kolombord, heb ik een tijdje geleden al besloten om ze te laten drukken. Dit is op Diebond aluminium is dit gedrukt. Vervolgens is dat uitgeknipt, mooie hoekjes eraan gemaakt, om zo een prachtig bordje te hebben die jaren meegaat. Mocht je dat nou ook willen, kijk dan even in mijn webshop. Ik heb die hier gelinkt staan, daar kun je ze bestellen.